Die volgende stelling wordt gemaakt. Indien die grens verbruiksheid geneigdheid 3/4 is, sal die vlak van geïndiseerde verbruik 75 wees teen een inkome vlak van 100. So, ons moet gaan kyk, indien inkome 100 is, hoeveel gaan geïndiseerde verbruik wees? Nou, wat is geïndiseerde verbruik nou weer? Ja, ons weet, dit word gegee deur CI. Wat die stelling vir ons sê, indien inkome 100 is, en die grensverbruiksneigtheid 3/4 is, dan is geïndiseerde verbruik 75. Kom ons los dit op en kyk of dit waar is. Ons kan dit vereenvoudig, 4 gaan homself 1 maal, en 125, so 3 maal 25 is gelijk aan 75. So die stelling is waar. Hier het ons met rationele breke gewerk, van ons gaan met sakrekenaar werk, en sê maar goed, ons werk eerder met decimale breke. Argument bly precies dieselfde. Geïndiseerde verbruik word gegee deur CI. 3/4, wel, ons kan dit gaan oplos, en ons sê dit is 0,75 maal met inkome van 100, 0,75 maal 100 is 75. So ongeacht van wat die methode ons gebruik, sê ons dat die stelling waar is, teen een inkome vlak van 100, met een verbruiksgeneigdheid van 3/4 is die geïndiseerde verbruik 75.